MVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media. Helaas, afgelopen vrijdag werd na 4 achtereenvolgende overwinningen weer eens verloren door MVV. Uit bij Jong Ajax werd het 4-3. Op die wedstrijd gaan we terugblikken en we gaan vooruitblikken op de komende wedstrijd tegen Almere City van komende vrijdag. En dat doen we met trainer Darije Kalasic en met Sven Blummel. Sven Blummel, even terugkijkend op Jong Ajax afgelopen week. Wat zonde hè, na die winning streak dat er weer een keer verloren werd. Ja, tuurlijk. We zaten er met het team eigenlijk wel in ieder geval goed in. In ieder geval 4 overwinningen op rij. Ja, dan moet je naar Jong Ajax uit en je weet wel gewoon dat het een lastige klus wordt daar. Goed voetbal in de ploeg, jonge jongens. Maar je weet ook van jezelf dat we goed bezig zijn, dat we fysiek wel sterker eigenlijk zijn dan hun. Ja, het is wel zonde als je dan daar 3 keer scoort dat je er nog 4 tegen hebt en dat je helaas die streak niet kan voorzetten. Maar ja. Sowieso wel knap van ons dat we die 4 overwinningen op rij hebben behaald. En nu gaan we gewoon weer door naar de volgende wedstrijd. Zat er meer in die avond? Ja, we hebben toch wel wat kansen gehad. Ik denk wel iets meer dan zij. Maar het was toch, als je dan net 3 maakt en zij toch nog eentje meer, dan is het natuurlijk extra zuur. Ja, zij waren bijvoorbeeld de eerste helft wel wat beter dan ons. De tweede helft kwam wel iets sterker terug. Maar het heeft niet aan onze zijde mogen zijn. Nee. En jij was bij alle 3 de doelpunten van MVV betrokken? Ja, dat klopt. Ja, gewoon gevaarlijk zijn voor het doel. Staat op 10. Wat dreiging in de diepte. En als je dan ook gewoon een keer schiet of vaker schiet, dan zie je ook bijvoorbeeld met de remote dat de doelpunten vallen. Dus ja, ook wat daar belangrijk mee. Met een assist ook weer. En ik hoop zelf voor mezelf gewoon voor te zetten. En dat we vrijdag gewoon gaan winnen. Ja, we zijn niet gewend dat we in Amsterdam echt zingend naar huis terugrijden. Dat klopt. Aangezien... de verleden, maar toch is het balen geweest voor ons, toch teleurstellend. En waar komt die teleurstelling vandaan? Ja, toch misschien vanuit de ontwikkelingen die wij maken als een team laatste maanden. En ook door die reeks van 5 gewone wedstrijden uit de laatste 6. En waar we alleen maar van de Graafschap minimaal 1-0 hebben verloren in Doetinchem. En dan is het toch elke nederlaag zuur inmiddels. En dus dat is bevestiging van de ontwikkeling die we meemaken. En we scoren 3 keer in Amsterdam, wat ook bijzonder is. Op basis van 3 keer uit scoren mag je eigenlijk nooit wedstrijd verliezen. En dat is ook jammer. En is dat dan misschien de kracht van Jong Ajax, dat die dat extra goed kunnen afstraffen? Ja, het is wel een combinatie van. Kijk, als je dat zo even schetst, dan vind ik wel dat dat wel een stuk waarheid zit in je vraag. En dat is absoluut, ze zijn gewoon een rap, ze zijn gewoon een voetballend goed. En ze hebben wel kwaliteiten om dankbaar gebruik te maken van die ruimtes, geboden ruimtes die wij geven. Maar ook tegen andere tegenstander, als je dat weggeeft, ja, misschien kom je niet 10 keer in problemen, maar dan kom je wel 5 keer in problemen. Ja, en dat is nog te veel. Aangekomen bij vrijdag inderdaad, Almere City doet mee om directe promotieplaats. Wat voor wedstrijd verwacht je? Ja, ik denk toch wel een lastige wedstrijd en wel een goede ploeg. We staan niet voor niks op de 3e plek, denk ik. We hebben ook laten zien dat ze wel goed kunnen voetballen. Maar ik denk ook dat wij met onze kwaliteit het heel erg lastig kunnen maken. En wat ik al zei, we zijn ook wel goed bezig. Ja, helaas verlies je een afgelopen vrijdag. Maar nu zijn we juist extra gebrand om het vrijdag recht te zetten tegen een goede ploeg Almere. Natuurlijk een mooie fiche om ook als ploeg te laten zien waar je nu zelf staat. Omdat we wel goed bezig zijn en goed aan het ontwikkelen zijn. Dus ik ben benieuwd hoe vrijdag goed gaat lopen. Ja, want is dat ook zo? Want de MVV staat er beter op dan bijvoorbeeld een half jaar geleden. Is het dan ook te verwachten dat zo'n tegenstander als Almere City veel meer het hoofd kan worden geboden? Ik denk het wel. Ik denk vooral ploegen die nou tegen ons spelen dat ze wel meer bang voor ons zullen zijn. Omdat we ook gewoon laten zien dat we gewoon prima spelen. Dat we fysiek goed in orde zijn. En dat we gewoon iedere ploeg last kunnen maken. En wat je al zei, misschien een half jaar geleden was ik er niet bij. Dan misschien anders was, dat weet ik niet. Maar nu gaat het wel, wel beter. En die merk ik aan het team dat de jongens beter op elkaar ingespeeld zijn. En dat we goed bezig zijn met elkaar. En dat moeten we ook gewoon laten zien tegen betere ploegen. Nou, wij gaan op Almere ons bereiden gewoon vanuit onze visie, vanuit onze spelgedachte. Uit onze spelopvatting die wij gewoon hebben en hanteren.
En hetzelfde zoals hier tegen Telstar, hetzelfde zoals hier tegen NEC, hetzelfde zoals hier tegen iedere tegenstander. Dus daarin zal het gewoon geen veranderingen in plaats gaan vinden. Eigenlijk hebben ze alles. En fysiek vermogen en kracht en snelheid en technische vermogen. Dus goed ingespeelde team. Maar ik kijk ook vooral naar mijn team. En ik verheug me op zo'n sterke tegenstander, moet ik eerlijk zeggen, vrijdag. Want we weten gewoon wat zo'n wedstrijd van ons verlangt. En dat is gewoon 101% inzet in alle opzichten. Kun je al iets zeggen over eventuele afwezigen komende vrijdag? Ja, dat kan ik wel zeggen. Shamar Martina is het gewoon niet aanwezig in verband met internationale verplichtingen. En Kai Beuzing is het gewoon nog een weekje uit relatie. En Timo Stawitski. Oké. Dus voor de rest een fitte selectie. Voor de rest fitte selectie. Oké. Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe de mannen het er vrijdag vanaf gaan schoppen tegen topclub Almere City. De wedstrijd begint om 6:45 hier in het stadion De Geuselt. Ik bedank u voor het kijken naar deze aflevering MVV TV. En volgende week zijn we er natuurlijk weer. MVV TV werd mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, VZ MVV, RTV Maastricht en Keno Media.